Ja, het heeft vanmiddag geregend, het is nu weer aan het regenen, maar dit is maar druppelen, miseren, dus dat is niet zo erg voor een grasmat. Voor zijn eigenzinnige kijk op speeldag 28 in de Jupiler Pro League. Als u dit al een flauw grapje vond, troost u, we hadden ook zo kunnen beginnen. René! Geef ons een middeleeuwse waterput en we zijn niet meer te houden. Maar toegegeven, de Oscar-kandidaten hoeven niet meteen iets te doen. 5 uur zijn ze de grasmat beginnen maaien. Dat duurt naar het schijnt 4 uur lang. Dat is zo vroeg gebeurd om er zeker voor te zijn dat het voor de regen afgemaaid zou zijn. Het ligt er niet perfect bij, heb ik me laten vertellen door de spelers. Die hoek is nog een beetje zompig, maar... Filip, is een blaas. Jongen, hè? Dat ik gewoon voorbij kan komen fietsen met zijn blije bakjes. Wie is hier nou de snackbar? Kaar of ik? Filip, is een blaas.